Relationship and marriages. Vergelijken heeft zoveel stuk gemaakt. Huwelijken, relaties. And also partnership between business people. En ook in de business industrie met partners. And now go with me to 1 Samuel chapter 18 verse 5 to 11. Ga met me mee naar 1 Samuel 18 vers 5. It's a very, very famous, familiar verses here. Het zijn heel bekende versen dit. It says, whatever Saul asked David to do, David did it successfully. Wat Saulus ook maar David vroeg, David die deed het. So Saul made him a commander over the men of war and an appointment that was welcomed by the people and Saul officers alike. Hij deed het met succes en daardoor zette Saulus hem als commander, als leider over het volk en het volk was daar blij mee en verwelkomde hem. When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. Toen ze terugkwamen van een gewonnen wedstrijd, van een gewonnen strijd van de Filistijnen, waar David de Filistijnen had verslagen, kwamen alle vrouwen van de stad daar naartoe, naar het leger. And these women, they sang and danced for joy with tambourines and cymbals, and this is their new single. En ze gingen zingen en dansen met tambourines, vlaggetjes. Just like you have a new single, and I like your single, by the way. En dat was hun nieuwe single, net zoals dat wij een single hebben, een nieuw lied. I just sent it to my one of my musicians. Een lied van prijs, en ik stuurde het ook. I said, this is good songs. I want you to learn. Dit zijn goede liedjes, en ik wil dat je deze kent. So all this woman has a new single coming out. Dus al deze vrouwen hebben een nieuw lied dat uitkomt. It's a joyous song, joyful song. Het is een vreugdevol lied. So that they can dance with it. Dus ze kunnen erbij dansen. You know, and the lyric is this. En dit is wat ze zongen. Saul has killed his thousands. Saul heeft er duizenden vermoord. And David his 10,000. En David heeft er 10,000 vermoord. That is the lyric. Dat is de tekst. Very simple lyric. Heel simpele tekst. But they sing it again and again and repeat it again and again. Maar ze bleven het zingen. Probably rapping about it. En de hele tijd gingen ze erover door. Now, and this made Saul very angry. En dit was waardoor Saul heel boos was. What is this, he said. Wat is dit? They credit David with 10,000 and me only 1,000. Ze zeggen dat David er 10,000 heeft vermoord en ik maar duizenden. Next, they'll be making him their king. Vervolgens zullen ze hem vast koning maken. So from that time, dus vanaf die tijd. From that time, vanaf die tijd. From that time on, Saul kept jealousy eyes on David. Vanaf die tijd was Saulus heel jaloers op David. And the very next day, a tormented spirit from God overwhelmed Saul. En die volgende dag kwam er een geest die hem belastte over hem heen. And he began to rave in his house like a madman. En hij ging helemaal gek doen in zijn huis. David was playing the harp as he did each day. En David speelde de harp net zoals hij elke dag deed. But Saul had a spear in his hand and he suddenly hurled it at David, intending to pin him to the wall. En Saulus had een speer in zijn hand en die gooide die en wilde David vastpinnen aan de muur. But David escaped him twice. Maar twee keer ontkwam David. Now, this is a beautiful story. Dit is een heel mooi verhaal. But remember, Saul was a king. Maar onthou, Saulus was een koning. Saul was een koning. Saul was a king. Saul was een koning. Dit betekent this game dat dit spel can trap someone in the very top level. Dat dit iemand kan strikken zelfs als die een hoge positie heeft. Because King Saul was the top man. Want koning Saul had de hoogste in the positie nation. In de heel de natie. This also means that comparison can enter every level of a society. En dit betekent dat vergelijking, de geest van vergelijking, every overal position in de life. Hele maatschappij, alle posities door het leven. And if you are the top leader, en als jij de topleider bent, in the business, in business, in politics, in politiek. In churches, in de kerk, and if you are trapped with this game, en als jij hierdoor gestrikt bent, the danger is that you can use all your power, or your authority, or your man, to
fulfill what you want to do. Dan is het gevaar dat jij alles wat je hebt zal gebruiken om hetgeen te behalen wat jij wil. So, including myself, I'm not immune to this. Ik ook, ik ben hier niet immuun voor. I have to be careful. Ik moet oppassen. I have to guard my own heart. Ik moet mijn hart beschermen. Every day. Elke dag. I need to remind myself. Ik moet mezelf herinneren. Not to be trapped into this game. Om niet vast te zitten whenever in dit spel. I look at my Instagram. Zelfs als ik kijk naar mijn Instagram. I need to be careful. Moet ik oppassen. Because I can easily get trapped. Want ik kan snel in de strik komen. If I'm not guarding my heart diligently. Als ik mijn hart niet met zorg bescherm. No, you need to know that prior to this moment. Je moet weten dat net voor dit moment. King Saul and David were great together. Waren koning en Saul echt dikke maten. Their synergy and relationship made Israel victorious. Hun energie, hun samenwerking maakte Israël de winnaar. And until all the women. En totdat alle vrouwen. All the women. Alle vrouwen. Started to sing their single. Begonnen te zingen hun nieuwe lied. And dancing. En dansen. And the lyric of the song compared the two of them. En de tekst van het lied die vergeleek ze. No, remember this. I don't think that all these women had bad attention. Je moet bad weten intention. Dat al deze vrouwen geen slechte bedoeling hadden. I didn't think that they have bad intention. Ik denk niet dat ze slechte bedoeling hadden. They did it because I think they were so happy that Israel had won the war. Ze waren gewoon zo blij dat Israël gewonnen had. But what they didn't think through was the effect of their comparison on King Saul. Maar waar ze niet over nadachten was wat de vergelijking deed aan koning Saul. Because Saul. They were comparing their performance. Want ze vergeleken wat zij gedaan hadden. The irony is that we didn't hear or read about this woman again. We hebben de ironie ervan is dat we niet meer over deze vrouwen lezen. The last time we read about these women is when they sang. De laatste keer dat we lezen over de vrouwen is toen ze zongen. But after that, maar daarna, we never read about all these women again. Lezen we nooit meer over deze vrouwen. But what they did, maar wat ze deden, the comparison that they made, de vergelijking die ze between maakten, King Saul and David, tussen koning Saul en David, lasts for a long time. Ging lang door. They didn't know that they have started something that lasts for a very long time. Ze wisten niet dat hetgene dat ze gestart hadden zo lang door zou gaan. What they sang, wat ze zongen, created a very, very disturbed event. Een heel verstoord evenement, gebeurtenis. And let me tell you, especially all the women. En laat me vertellen, zeker al naar de vrouwen. This is just a side note. It's a side note. You know, that men are very sensitive when it comes to achievement. Mannen die zijn heel erg gevoelig voor wat ze behaald hebben. When it comes to performance. Over wat ze bereikt hebben. When it comes to status. Over status. When it comes to power. Als het gaat over kracht. When it comes to success. Als het over succes gaat. When it comes to sex. Als het over seks gaat. Because men's self-confidence. Want het zelfvertrouwen van mannen. Is associated with his ability to finish his work. Heeft te maken met de vaardigheid voor hem om af te maken waar hij mee begonnen to was. To obtain success. Om succes te behalen. And achievement. En wat ze kunnen bereiken. So, I'm glad I have the opportunity to let all the women here in CLC know dus about blij. This. Ik ben blij dat ik alle vrouwen in CLC hierover kan vertellen. Yes, you can. Ja, you mag, can clap if you want. Je mag klappen als je wil. And I'm helping you, all the men. En ik help je, alle mannen. I'm helping you. Ik help jullie. Because I know your secret. Want ik ken jullie geheim. Because I'm a man too. Want ik ben ook een man. And I'm also sensitive. En ik ben ook gevoelig. When it comes to performance. Als het gaat over wat when ik bereikt heb. When it comes to achievement. Als het gaat when over it, mijn when successen. It comes to status. Als het over when status it comes gaat. To power. Als het gaat over kracht. So we have to be careful. Dus we moeten voorzichtig zijn. So can you imagine what's going through King's mind when King Saul's mind when he heard about this song? Kan jij je voorstellen wat er door de gedachten van koning Saul gaat toen hij dit lied hoorde? Because in King Saul's mind he felt like he is no good.
Want in zijn gedachten voelde hij dat hij eigenlijk niet or he is was. Not good enough. Dat hij niet goed genoeg not was. Competent enough to do his job. Dat hij niet competent genoeg was om zijn taak te doen. He is the king. Hij is de koning. He is the number one man. Hij is de nummer één man. But now all these women sing. Maar nu zingen al deze as vrouwen. Though, as someone else is much better than him. Alsof iemand anders veel beter is dan hij is. And this is a man's deepest fear. En dit is de grootste angst van een man. Generally, men are goal-oriented. Over het algemeen zijn mannen and women are more relation. En zijn vrouwen relationship meer oriented. Gefocust op het doel behalen. Men op relaties. Just also need to know. And I'm talking about men now. To men now. Mannen moeten weten, en ik praat nu specifiek naar de mannen. So that we don't mention or doing this intentionally to our women. Dat wij dit niet met opzet doen naar de vrouwen toe. That women are sensitive when it comes to quality of relationship. En vrouwen zijn gevoelig als het gaat over de kwaliteit van de relatie. About their love life. Over hun liefdesleven. And about their beauty. En over hoe mooi ze zijn. So, this is very important for us to know. Dus dit is heel belangrijk voor ons om te weten. And comparison is the thief of joy, President Theodore Roosevelt says. En vergelijking is de dief van vreugde. Dat werd door een president van Amerika. No, remember, in this comparison, David was in a better position. En je moet weten, in deze vergelijking stond David er beter voor. And of course, if you've been compared and you are in a better position, you are feel better about it. En natuurlijk, als je vergeleken wordt en jij staat aan de betere kant, dan voel je je beter. Right? Toch? Because they said that King Saul, want ze zeiden, killed only thousands, heeft er duizenden and vermoord. David killed 10,000. En David 10,000. So David was in a better position. Dus David was in this comparison. Positie in deze but vergelijking. The good thing about David is that David didn't take this for granted. Maar het goede is dat David dit niet zomaar voor lief had. He responded very well. Hij reageerde hier goed op. He didn't leverage the comparison. Hij deed wat om het te vergelijken. He didn't leverage his the comparison. Oh ja, yeah. Hij maakte zichzelf niet beter eruit komen uit de vergelijking. He didn't take advantage and use it against King Saul. Hij gebruikte dit niet zomaar tegen koning Saul. But King Saul was very angry. Maar koning Saul was heel erg boos. And from that moment on, very jealous to David. En vanaf dat moment heel jaloers op David. And now I want you to look what comparison did to King Saul. En nu wil ik dat jullie weten wat vergelijking deed met koning Number Saul. One. Number 1. Comparison broke the great relationship between those two. King Saul and David. Brak de geweldige relatie tussen Saul en David. Comparison disunited them. Vergelijking haalde ze uit elkaar. Break their relationship. Die brak hun relatie. And of course this weakened them. En natuurlijk dit verzwakte ze. Weakened their nation. Dit verzwakte de natie. Their army. Hun leger. And this gave the enemy advantage of en them. Dit gaf een voordeel aan de vijand. Can you imagine what comparison did? Kan je voorstellen wat vergelijking doet? It unite it disunite. Het haalt de eenheid weg. A relationship. Een relatie. A synergy. De energie die ze hebben. Number 2. Comparison changed King Saul's focus. Vergelijking bracht een aanpassing aan de focus van koning Saul. Instead of working together against the enemy, Saul's focus was to kill David now. In plaats van samenwerken richting de vijand, ging koning Saul zich focussen op David. Right? Toch? He wants to kill David from that moment on. Hij wilde vanaf dat moment David vermoorden. So he changes his focus. Dus hij verplaatst zijn focus. So instead against the enemy, now he came against his own team. Dus in plaats van tegen de vijand, gaat hij nu tegen zijn eigen team. And this is what the devil wants from you, is for you to change your focus. En dit is wat de duivel van je wil, dat jij je focus verandert. Especially all the younger people here. Zeker alle jongere mensen hier. You have a great future in Christ. Je hebt een mooie toekomst in Your Jezus. Future is great. You have a bright future in Christ. Jullie toekomst is super mooi in Jezus. And the devil knows that. En de duivel weet dat. So he wants to change your focus. Dus hij wil jullie focus veranderen. So that you will never arrive and fulfilling God's plan in your life. Zodat jullie nooit uitkomen bij het plan dat God voor jullie and heeft. And this has been the strategy of the devil from the very beginning. En dit is de strategie van de duivel vanaf het begin. When Adam was created,
toen Adam gemaakt werd, God said to Adam, zei God tegen Adam, be fruitful and multiply and subdue the earth. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig en heers over de aarde. And he said, have dominion. En heers over de aarde. But then the devil came along and changes his focus. Maar toen kwam de duivel en die veranderde zijn focus. And now Adam wanted to be like God. En nu wilde Adam zoals God zijn. Adam forget that he already created like God. Hij vergat dat hij al maakte net als God. The devil succeeded in changing his focus. De duivel lukte het erin om zijn focus te veranderen. And the devil tried to do the same thing with Jesus. En de duivel probeerde hetzelfde te doen met Jezus. Tried to change his focus. Zijn focus veranderde. When the devil tempted him in the wilderness. De duivel probeerde dat te doen met hem in de wildernis. But Jesus stayed focused. Maar Jezus bleef gefocust. And declined all the offers from the devil. Het maakte niet uit wat de duivel vroeg. Jezus ging er niet op in. Do you understand this? Begrijp je dit? That's his strategy from the beginning. Dit is de strategie vanaf for het begin us to al. Change our focus. Dat we onze focus veranderen. Thirdly, en derde, comparison changed his attitude. Vergelijking veranderde zijn houding. Now Saul became a madman, the Bible says. Nu werd Saul een gekkie. He carried. That's a good word, a gekkie. Yes. He carried a spear wherever he went. Hij had een speer bij zich overal waar hij ging. Even he carried it in his own house. Zelfs toen hij thuis was. Can you imagine? Kan je voorstellen? He didn't feel safe in his own house. Hij voelt zichzelf niet gevaarlijk in zijn huis. Actually, nobody wants to kill him. Niemand wil hem doden. But he was not secure in his own house. Maar hij voelde zich niet veilig he in zijn carried eigen huis. Spears wherever he went. Hij had een speer waar hij ook he naartoe ging. He is now a king, but he is like a madman. The Bible says. Hij is nu een koning, maar nu is hij net als een gekkie. All his staff, like, what is what's wrong with our king? Zijn hele key team zat zo. Why is he wearing the spear everywhere he goes? Overal waar hij naartoe gaat. But David was carrying and playing the harp. Maar David die hield de harp vast en hij speelde erop. His attitude zijn houding was to serve. Was om Saul te dienen. But Saul's attitude was to destroy David. Maar de houding van Saul was om David te vernietigen. Just one comparison. Eén vergelijking maar. Make all these things happen. Die liet al deze dingen gebeuren. That's the danger of comparison. Dat is het gevaar van vergelijken. Number four. Nummer 4. Comparison opened the door for the devil to push forward. Vergelijking zorgde ervoor dat de deur open ging, zodat de duivel het nog opener kon duwen. To break out. Om er doorheen te gaan. To come mightily upon Saul. Om heftig op Saul te komen. So remember, if you read the Bible, if you read what happened before this, als je leest wat er hiervoor gebeurde, the evil spirit had been troubling Saul for a few times. Dan de slechte geest was al meerdere keren bij Saul geweest. But only from that moment on, the devil, the evil spirit, has his grip on Saul. Maar alleen vanaf dat moment had de slechte geest de grip op Saul. So the comparison opened the door. Dus de vergelijking opende de deur. All this while, al deze keren, the evil spirit couldn't get him. Kon de slechte geest niet naar binnen komen. Because the door is closed. Want de deur was gesloten. But comparison opened the door. Maar vergelijking opende de deur. And then from that moment on, the evil spirit had his grip on Saul. En vanaf dat moment had de slechte geest grip op Saul. Number 5. Nummer 5. Comparison turned Saul from a leader into a killer. Vergelijking veranderde Saul van een leider naar een moordenaar. Saul forgot his identity. Saul vergat wie hij was. That he was a leader. Dat hij een leider was. He is the king. Dat hij een koning he was. He is God's anointed. Dat hij gezalfde is van God. And because Saul was in the top position, en omdat Saul in de hoogste positie was, it affected his policy. Zorgde dat een verandering in zijn hele politiek. It affected his decision. Het veranderde de keuzes die hij maakte. And he is using his power to achieve what he wants. En hij gebruikte die kracht om te veranderen wat hij wilde. And this is very dangerous if the leader trapped into this game. En dit is heel gevaarlijk als de leider vastzit in dit spel. Sadly in life you will be compared to someone. En soms in het leven, verdrietig gezien, zal je vergeleken worden met iemand. You cannot help it. Je kan er niks aan doen.
But how you respond to that very important. Maar hoe je erop reageert is heel belangrijk. How you respond to the comparison shows your character. Hoe je reageert op die vergelijking laat je karakter zien. And that's why not all comparison is bad. En dat is waarom niet alle vergelijking slecht is. Because we sometimes do compare. Want soms vergelijken wij ook. Comparing helps us to realize how blessed we are. Vergelijking zorgt ervoor dat wij weten hoe gezegend wij that zijn. We need to be grateful. Dat we dankbaar moeten zijn. So many of you zoveel van jullie have a lot of things to be grateful for. Hebben heel veel dingen waar ze dankbaar voor that kunnen you zijn. Don't realize. En je beseft het niet eens. Unless someone else telling you. Totdat iemand het tegen je zegt. But you don't realize that you have this blessings. Maar je hebt niet eens door dat je zoveel zegeningen I hebt. I heard Pastor El says that he loves The Hague. Ik hoorde dat Pastor Eelt zei dat hij hield van Den Haag. Hij houdt ervan. I came from Jakarta. Ik kom uit Jakarta. You don't realize that you have a better air here. No pollution whatsoever. Je beseft niet dat de lucht hier die we ademen beter is dan daar. Even I, when I come here, I didn't have to take my allergic medicine. Zelfs als ik hier kom, hoef ik niet mijn allergiemedicijn te nemen. I can breathe freely. Ik kan gewoon normaal ademen. I couldn't do it in Jakarta. I need to have my medicine. Dat kan ik niet time. In Jakarta. Daar moet ik medicijnen nemen. But you didn't know this. Maar jullie weten dit niet. That's why you never be grateful with all the air that you take daarom, every time. Daarom zijn jullie nooit dankbaar voor de lucht die je ademt. You have a better system. Jullie hebben een beter systeem. You have a better insurance policy. De verzekeringen zijn beter geregeld. You have a better education. Educatie is you beter have a you have a better health system. Gezondheid is beter geregeld hier. And all the cars here are nice. En alle auto's zijn nice. There's no traffic. Er is gewoon geen verkeer hier. What you call traffic jam is not traffic jam. Wat jullie een file noemen is geen file. So be grateful. Dus wees dankbaar. If you want to know what traffic jams means, come to my city. Als je wil weten wat file is, kom dan naar mijn stad toe. I can guarantee you. Ik weet zeker. It doesn't have to take long for you to understand what traffic jams dat mean. Dat het niet lang voor je duurt om te begrijpen jam wat echte file jam. Is. File is file. Jam is jam. Vastzitten is vastzitten. You stop. Je stopt. You cannot move. Je kan niet bewegen. It's jam. Je zit vast. But your traffic jam is not traffic jam. Maar jullie file is geen eens because echte file. You're still moving. Want je beweegt nog. But you move slow. Maar je gaat langzaam. But that's not traffic jam. Maar dat is geen file. Comparison vergelijking helps motivate us to do better. Vergelijking helpt ons en motiveert ons om beter te doen. And comparison helps us to making the right decision. En vergelijking helpt ons om de juiste keuzes te maken. And we see that even though Saul was older than David, en we zien dat ook al was Saul ouder dan David, yet David was more mature than Saul. David was volwassener dan Saul. David was more secure than Saul. David was zelfverzekerder dan Saul. Maturity doesn't come with age. Maar dat komt niet met leeftijd. And you can see it here. Dat kan je hier zien. Saul is older than, way older than David. Saul is een stuk ouder dan David. But David is more mature than Saul. Maar David is volwassener dan Saul. Saul is the king. He has all the power and authority. Saul is de koning. Hij heeft alle macht en autoriteit. But he feel insecure. Maar hij voelt zich niet. Hij voelt zich onzeker. David didn't have anything at that point. David had niets op dat moment. Just his guitar. Alleen zijn gitaar. But he felt secure. Maar hij voelde zich zelfverzekerd. Even though Saul had his spears. Zelfs al had Saul een speer. David was playing his guitar. Speelde David op zijn gitaar. Can you imagine this what happened to these people? Kan je voorstellen wat er met deze to mensen two men? Met deze twee mannen. And you need to know that comparison will never end. En je moet je weten dat vergelijking dat stopt there niet. There will always be someone better than you. Er zal altijd iemand beter there dan je zijn. There will always be someone prettier than you. Iemand die mooier is. Richer than you. Rijker. Slimmer than you. Smarter. Faster than you. Sneller. More beautiful. Mooier. More influence. More popular. Meer invloed. Meer populair. So chill. Dus chill. You know. Weet je.
If you see someone bigger, als je iemand groter ziet. If you see someone better, als je iemand ziet if beter. If you see someone prettier, als iemand die mooier is. More popular, populairder. More influence, meer invloed. Rejoice with them. Wees blij voor ze. Rejoice with them. Wees blij voor ze. Do you know why the wife of Potiphar is chasing after Joseph? Weet je waarom de vrouw van Potiphar achter Jozef aanging? The Bible says because Joseph's attitude was so kind. De Bijbel zegt dat de houding van Jozef zo lief was. And then he is beautiful. En dat hij mooi was. So if you are beautiful, dus als jij mooi bent, you have more problem. Heb je meer problemen. So there is a lot of reasons for you to be grateful if you are not pretty. Dus er zijn genoeg redenen voor als je niet zo mooi bent om blij te zijn. So if you look someone prettier than you, als je iemand ziet die mooier dan je is, someone is more beautiful than you, die er beter uitziet, you can say this: I feel sorry for him. Dan kun je zeggen: oh, het spijt me. I feel sorry for her. Oh, het spijt me dat het zo met haar is. Because they have more problem than me. Want zij hebben meer problemen dan ik. Thank you God for who I am. Dank u wel, Heer, voor wie ik ben. Thank you for Dank who u I am. Voor wie ik ben. Because Luke 12 verse 48 says, when someone has been given much, much will be required in return. Want Lucas 12 vers 48 zegt, iemand die veel heeft gegeven, daar wordt veel van verwacht. When someone has been entrusted with much, even more will be required. Want als iemand veel is toevertrouwd, dan wordt veel van hem gevraagd. So I would say this to my congregation. Dit wil ik zeggen voor mijn communicatie. Voor mijn gemeenschap. Unfollow them if you cannot handle their glory. Ontvolg de mensen als je hun glorie niet aan kan. If you cannot see their success. Als je hun succes niet kan aanzien. And that is how the best way you can guard your heart. En dat is de beste manier waarop je je hart kan when beschermen. When it comes to social media. Als het over social media gaat. Don't give the devil a chance Geef de to duivel. Break out and has his grip on you. Geef de duivel geen kans om de deur open te breken en grip op je te krijgen. Remember your identity in Christ. Onthoud wie jij bent in Jezus. That you are unique. Dat jij uniek bent. No one is like you. Niemand is zoals jij. You are God's masterpiece. Je bent het meesterwerk van God. You are the son of the Most High God. Je bent de zoon of dochter van you de are the apple God. Of his eye. Je bent zijn oogappel. Jesus loves you Jezus regardless. Houdt van je. Maakt niks uit. He values you with his own life. Hij waardeert jou met zijn he eigen died leven. For you. Hij ging dood you voor je. You lack nothing if he becomes your shepherd. Je mist niks als hij jouw herder wordt. Amen. Amen. That God has his plan all sorted out for you. God heeft al een plan voor jou. You have your own purpose of living. Je hebt je eigen doel in het leven. And you don't need to be jealous for others. En je moet niet jaloers zijn op anderen. Because to whom it given much, much is required Want from them. Aan wie veel is gegeven, er wordt veel van hen gevraagd. So I pray that you can stay focused on what is important. Dus ik bid dat jullie gefocust zijn op wat you belangrijk will be is. Delivered from all jealousy. Dat je bevrijd wordt van alle from jaloezie. The unnecessary burden. Van alle onnodige last. That you can be at peace with yourself. Dat je vrede kan hebben and met jezelf. Be grateful. En dat je dankbaar mag zijn. With what you have. Met wat je be hebt. Content. Wees tevreden. With who you are. Met wie je bent. And stay away from this game called comparison. En blijf weg van het spel van vergelijking. You don't need to be someone else. Jij hoeft niet iemand anders te zijn. But you need to be a better version of you. Maar je moet een betere versie van jezelf zijn. You don't need to be someone else. Je hoeft niet iemand anders te zijn. But you need to be a better version of you. Maar je moet een betere versie van jezelf zijn. My heart was troubled. Mijn hart was bemoeilijkt. When I saw a report from the news that a 12-year-old girl. Toen ik nieuws las over een 12-jaar oude dame. Kill herself. Zichzelf om het leven bracht. Because of what her friends said about her. Door wat haar vrienden tegen haar zeiden. Through social media. Door social media. You are no good. En dat is niet you goed. Are no good. Dat jij niet goed bent. Friend says. Zeiden de you are fat. Dat je dik bent. You are ugly. Je bent lelijk. You are not good. Je bent niet goed. You're good for nothing. Je bent niks waard. When are you killing yourself? Wanneer vermoord je jezelf? Maybe if you kill yourself, people will appreciate you. Misschien als je jezelf vermoordt, zullen mensen je waarderen. Then not long after that, they found him. They found her dead. En toen kwamen ze achter. Vonden ze haar dood.
this thing is very real. Dit is echt in our world. It's not just happening in the US. The last week I saw it happen in US, but it's also happened in a lot of nations. Ik zag het laatst gebeuren in Amerika, maar dat is niet de enige plaats. Het gebeurt op veel verschillende plaatsen. This actually traps so many young people. En zoveel mensen komen hierdoor in de valstrik. So many younger teenagers were trapped into this game. Zoveel jonge mensen die hierdoor vastzitten in dit spel. And what they don't know is this game is open the door. En wat ze niet weten is dat dit spel the devil de deur opent, to grip on you. Zodat de duivel een grip kan hebben. And you become like a madman. En dat je chasing something that is not real. Dat je dingen zegt die niet waar zijn. So guard your heart with all diligence. Dus bewaar je hart met alles wat je hebt. Because God loves you the way you are. Want God houdt van je zoals je bent. He created you. Hij maakte je. You are unique. Jij bent uniek. God bless you. God zegen.